Dat is een vrij eenvoudig antwoord op te geven. Toen ik een jaar of 6, 7 was, kreeg ik waterpokken terwijl ik bij mijn grootouders in Den Haag logeerde. En aangezien mijn grootvader kunstschilder was, zag ik hem bezig met verf en penselen. En toen dacht ik, dat is wat ik wil later. En dat ben ik dus ook geworden. Ik gebruik hoofdzakelijk olieverf en aquarelverf. Aquarelverf is om schetsen te maken die ik ter plekke maak in Parijs. Het onderwerp waar ik al jaren mee bezig ben. En de olieverf die gebruik ik omdat het een fantastisch medium is die zowel dekkend als transparant gebruikt kan worden. En dat je er ook goed mee kunt mengen. Ik kan dus mij uitstekend uitdrukken in olieverf in tegenstelling met acrylverf, dat ik veel te veel een vorm van plastic vind eigenlijk. Het heeft niet die kracht die olieverf heeft. Ik heb het eerste werk, Place de la Concorde, heb ik gekozen omdat het een van de schilderijen is waar ik mee begonnen ben om ruimte te onderzoeken. En om in deze vorm een ruimte die ontstaat door het neerkomen van water. En dat geeft ook tegelijkertijd een vorm van snelheid weer. Het tweede schilderij, Place Stalingrad, is een vorm van kijken naar de werkelijkheid en naar het zoeken naar de ruimte die ontstaat wanneer een aantal fysieke gegevens vaststaan, zoals in dit geval de pilaren die een metroviaduct steunen. Die komen dus achter elkaar te staan en daarin kun je dus een ruimte creëren die zoals ik die zie, zoals de wereld die zich daar is, aan mij voordoet. En dat verschil tussen die twee. De één, de Place de la Concorde, is vrij dicht op het oog. En de tweede, de Place Stalingrad, die heeft een meer een diepte, een perspectief, een ruimte. En dat is wat ik wilde laten zien, hoe de ontwikkeling in de loop der jaren is gekomen. De betekenis van kunst voor de maatschappij is dat kunst een andere visie op de werkelijkheid geeft. En dat je dus door kunst verschillende vormen van schoonheid kunt ervaren, maar je kunt ook kennis maken met gedachten van andere mensen en uitingen van andere mensen. En dat is in hoofdzaak eigenlijk het belangrijkste wat kunst inhoudt. Nou, allereerst natuurlijk door mijn grootvader. Ja. En naar de hand is daarbij gekomen de impressionisten in het eerste geval. En daarna ben ik een groot bewonderaar geworden van Mondriaan. Zowel van zijn vroeger werk als van zijn latere werk. En nu, op dit moment zou ik kunnen zeggen, eigenlijk van alle kunst die goed is, daar word ik door beïnvloed en vind ik erg goed. Bijvoorbeeld Luc Tuymans, dat is een Belgische schilder.
Er zijn wat Duitse schilders die ik mooi vind, zoals Kiefer. Franse schilders op dit moment niet zo. Die vind ik nogal kitscherig soms. Behalve wat Franse kunstenaars die conceptueel werken, zoals Boltanski en Daniel Burin. Ja, dat is het. Het Prinsenhof heeft voor mij betekend dat ik daar mijn eerste museumtentoonstelling heb gehad, samen met Jan Reinders. En daaruit is voortgevloeid een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Schiedam. En via het Stedelijk Museum in Schiedam ben ik weer verder in alle andere musea en galeries gerold. Dus het startzijn was het Prinsenhof in Delft.